De ziekenhuisgroep Twente heeft bekendgemaakt hoe de medische specialisaties over de vestigingen in Almelo en Hengelo verdeeld worden. Het is de enige mogelijkheid om twee volwaardige ziekenhuizen te behouden, zegt topman Schmid. Opmerkelijker misschien nog is een ander nieuwsfeit. Een fusie tussen de ZGT en het Medisch Spectrum in Enschede wordt gedwarsboomd door de NMA, de Nederlandse Mededingingsautoriteit, maar ook door de zorgverzekeraars. De fusie was anders al lang in gang gezet, zei Schmid vandaag. In de studio is collega Maurice Veldhuis. Dat is wel een opmerkelijke uitspraak, hè? Ja, dat mag je wel zeggen. Zeker in deze tijd van bezuinigingen en in deze tijd van efficiëntie zou je kunnen zeggen dat Twente eigenlijk te klein is voor 2-3 volwaardige ziekenhuizen. Hengelo, Almelo en Enschede. En dan lijkt zo'n fusie toch ook zo logisch. Dat vroeg ik ook aan de ZGT-topman Schmid. Dat lijkt misschien heel logisch, maar de politiek, om die nu maar eens even te noemen, bij monden van de NMA, maar ook bij monden van de zorgverzekeraars, hebben aangegeven dat ze geen fusie tussen MST en ZGT wensen te hebben. En wat wij nu hebben geprobeerd is via die coöperatie de hoogcomplexe zorg, de zorg die wij in Twente met elkaar willen houden, gemeenschappelijk in zo'n coöperatie te realiseren. En dat vindt dan ook weer plaats op 3 locaties in Enschede, in Almelo, maar ook zeker ook in Hengelo. Het is toch gek dat die zorgverzekeraars zeggen geen fusie tussen die ziekenhuizen, terwijl dat veel goedkoper kan? Nou, ik weet niet of dat altijd goedkoper kan, maar het betekent marktwerking. En dat is nog tot nu toe steeds het adagium van de politiek en zorgverzekeraars. Ja, marktwerking, Maurice, dat is het toverwoord, hè, ook in de zorg. Maar een behandeling kost wat die kost. Dat vind ik ook. Laten we als voorbeeld een slijmbeursontsteking nemen. Laat ik voor het gemak zeggen dat het opereren daarvan dat het 1000 euro kost. Dan is er klaarblijkelijk toch een heel groot verschil of dat inderdaad 1000 euro is of dat het misschien 1100 of 1200 euro is. Er wordt dus kortom geschoven met bedragen voor bepaalde behandelingen binnen ziekenhuizen. Het is ook niet voor niks dat zorgverzekeraars daarom speciale prijsafspraken maken binnen die ziekenhuizen. En een zorgverzekeraar is bang dat als je die ziekenhuizen gaat fuseren, dat daardoor die behandelingen kunstmatig hoog worden gehouden qua prijs. En dat kost dus geld en dat willen zorgverzekeraars niet. Vandaag werden de specialismen binnen het ZGT verdeeld. Althans, het werd bekendgemaakt over welke vestigingen, welke specialismen worden verdeeld. En meneer Schmid legt uit hoe die verdeling er precies uitziet. Dat heeft ertoe geleid dat we de hoogcomplexe laagvolumezorg, neem bijvoorbeeld slokdarmoperaties die niet zo vaak voorkomen per jaar, in Almelo gaan doen. Maar zo zijn ook andere voorbeelden. En de hoogvolume, maar planbare zorg, bijvoorbeeld neem een liesbreukoperatie, die kunnen we in Hengelo doen. Mensen zullen dus naar verschillende locaties moeten voor verschillende disciplines. Ja, maar voor polykliniek kunnen ze op beide locaties terecht. Dus een eerste bezoek die ze brengen komt of in Hengelo of in Almelo. Soms ook in onze buitenlocaties terecht. Maar die eerste keer kunnen ze daar terecht. En vervolgens wordt gekeken waar het best de vervolgbehandeling kan plaatsvinden. Nou, met die verschuiving van specialisme is de zorg volop in beweging. Is het ZGT daarmee dan toekomstbestendig? Dat zou je wel denken. In eerste instantie zou je denken, wat goed dat het ZGT dit plan presenteert, want daarmee zou je de komende jaren vooruit kunnen. Een plan wat trouwens tot 2019 heeft om volledig uitgevoerd te kunnen worden. Van de andere kant gaat die ontwikkeling in de zorg zo ongelooflijk snel. Als je ziet telezorg bijvoorbeeld, dan zie je dat er op grote afstanden zorg kan worden verleend. Weer een heel simpel voorbeeldje. Stel je laat een röntgenfoto maken in het ziekenhuis in Hengelo. Radiologen die zijn druk of die hebben eigenlijk niet zo heel veel tijd om die foto te beoordelen. Dan is het technisch mogelijk om die foto te laten beoordelen door een specialist in India bijvoorbeeld. Of een specialist in Amerika. Ik noem maar een dwarsstraat. Dat lijkt allemaal heel ver weg, maar eigenlijk is het ook heel dichtbij. Omdat je steeds vaker in ziekenhuizen ziet dat op deze manier al behandelingen, diagnoses worden gesteld. Daarmee dringt zich meteen ook eigenlijk de vraag op als je kijkt naar geld, als je kijkt naar de kwaliteit van zorg, als je kijkt naar de manier waarop die zorg verleend wordt, wie nou eigenlijk de baas is in een ziekenhuis. Schmid is daar heel duidelijk over. De banken die bepalen onze slagkracht die we met elkaar hebben. Wij moeten voor alles wat wij doen, hè, wij moeten heel veel investeren jaarlijks om de zorg op peil te houden. Daarvoor moeten we bij banken langs om te financieren. En die stellen daar gewoon steeds strakkere eisen aan. Wij worden gewoon aan de meetlat gelegd van ieder bedrijf wat in een ondernemingsgewijze productie levert. En dat betekent dat we daar heel scherp op onze financiën, op onze cashflow moeten letten. Allemaal zaken waar ik een aantal jaar geleden nog niet over nadacht, moet ik tegenwoordig heel scherp mee bezig zijn. Ja, maar dat zijn geen zorgelijke ontwikkelingen, toch, Maurice?
Nou ja, dat is in zoverre zorgelijk dat je de zorg niet meer op lokale schaal, provinciale schaal, zelfs landelijke schaal kunt regelen. En dat je dus met hele andere maatregelen, met hele andere ideeën rekening moet houden om die zorg ook op overijsselse schaal betaalbaar te houden en vooral ook bereikbaar te houden. Neem we nog één voorbeeldje als het mag. Bijvoorbeeld de afdeling verloskunde. Die wordt binnen het ZGT nu definitief doorgeschoven naar Almelo. Nou, klaarblijkelijk is het voor Hengelo's heel erg belangrijk dat wanneer ze een kindje krijgen, dat er dan Hengelo in een paspoort wordt gezet. Almelo is nu bezig met de gemeenten om toch een stukje Hengelo in Almelo te creëren, om het zo maar eens te zeggen, zodat die baby's toch als geboorteplaats Hengelo krijgen. Dat gebeurt op één plek meer. Baby's van Schiermonnikoog die in Groningen worden geboren, die krijgen ook als geboorteplaats Schiermonnikoog. Zorgelijk of niet, het is wel de tijd waarin we leven op dit moment. En als een radioloog in India mijn foto gaat beoordelen, dan horen we dat van jou. Oké. Zo snel mogelijk. Dankjewel.